Precies, ja. We hebben heel veel extra staatsschuld gemaakt. Ja, hoe kan dat? Dat is ons huishoudboekje van Nederland. En het CDA laat het samen met het VVD het meeste oplopen van alle partijen. Nee, dat is echt niet waar. Nee, we hebben 75 miljard ongeveer extra uitgegeven vanwege corona. En dat is, vind ik, voor een hele goede reden. Want daar hebben we heel veel banen mee overeind gehouden en heel veel ondernemers hier doorheen getrokken. Je ziet dat bij alle partijen. Op de korte termijn die staatsschuld om en nabij de 60% is. Ja, vanwege de crisis, dat is logisch. Ja, en ik vind zelf niet zo relevant of je over 1 of 2 of 63% zit, want dan vergaat de wereld niet. Waar ik wel groot bezwaar tegen heb, is dat je ziet dat bijvoorbeeld de SP naar een staatsschuld gaat van boven de 100%. Dat D66 naar een staatsschuld gaat van boven de 90%. Dus dan ga je nog een keer vele tientallen miljarden ga je cadeau doen aan de volgende generatie. Ja, dat vind ik echt heel onverstandig. Maar het CPB zegt ook heel duidelijk, als je niet de rekening door wil schuiven naar volgende generaties, dan is het belangrijk dat het geld dat we lenen wordt geïnvesteerd in het verdienvermogen van Nederland. Ja. Nou, dan kijk ik even met die blik naar het verkiezingsprogramma en dan zie ik CDA investeert het minste in klimaat en in energietransitie. Terwijl dat wordt een grote kostenpost voor de toekomstige generatie. Nee, maar dat is ook maar een deel van het verhaal. Want een belangrijk deel van dit verhaal is dat je het klimaat natuurlijk dat je daar een grote opgave hebt als Nederland, maar dat het niet zoveel zin heeft om dat alleen maar in Nederland te doen. Dus ik ben heel erg voor het inzetten op die plastic tax die we nu hebben afgesproken in Europa. Op die vliegbelasting in Europa. Op nog meer maatregelen die gaan over de CO2-uitstoot in Europa. Ja. Maar, weet je, een systeem. U schrijft heel duidelijk in het programma, wij willen geen klimaatdrammers zijn, we zijn ook geen klimaatontkenners. Maar voor mij voelt het programma heel erg als wel klimaatremmers. Nee, u wilt niet een voorsprong pakken met het CDA en te zeggen, wij gaan volop voorop lopen in Europa met klimaatbeleid. U heeft dat geld niet gekregen? Nee, dat is waar. Nee, dat geld we gaan zo meteen na de uitzending gaan we kijken of er nog meer in de mouw zit. Maar kijk, laat ik één voorbeeld geven. Als je op dit moment, als er in Duitsland een bruinkoolcentrale uitgaat, en gaat in Nederland gaat er een gascentrale daarvoor in de plaats aan, dan is het vervolgens zo dat Nederland dat punten kost als het gaat om de CO2-reductie. Dat is natuurlijk heel gek. Dat laat zien dat je dit soort dingen Europees moet oplossen. Want dat is dan in de rekening wel fijn voor Duitsland, maar het probleem van het klimaat lossen. Maar dat is toch heel makkelijk om te wijzen naar Europa voor dit soort dingen? Ja, want meneer Schuurman zit naast u. Die heeft 1 miljoen onder andere geïnvesteerd in D66. In sterke klimaatambities, is een ondernemer. Dus kijkt ook als een ondernemer ernaar. U ziet waarschijnlijk heel veel kansen. Ja, zeker. Kijk, het punt is, dit komt allemaal voort vanuit de gedachte van, er komt een enorme tsunami aan misère op ons af met klimaatverandering. Dat is wetenschappelijk bewezen. Er is ongekende consensus in de wetenschappelijke wereld over wat de consequenties gaan zijn, wat de sociaal-maatschappelijke ontwrichting teweeg zal gaan brengen. Er is bekend welke sectoren zullen moeten verduurzamen om naar net zero in onze uitstoot te gaan. Daar onder andere de landbouw. En dat is iets waarvan het CDA zegt, wij willen niet uitspreken dat de veestapel gewoon verkleind moet worden. Bent u een van de weinige partijen die daar niet een concreet doel aan hangt, van die veestapel moet gehalveerd worden, tenminste om onze CO2-uitstoot echt te gaan reduceren, conform Parijsklimaatakkoord. Omdat ik ook echt denk dat dat intelligenter kan. En het is niet voor niks dat het planbureau die deze dingen doorrekent daar gewoon in opschrijft. Ik geloof ook bij D66, maar zeker bij GroenLinks, er zit een enorm weglekrisico bij deze plannen. Waarom? Kijk, stel eens dat je dat zou doen. Je gaat alleen maar die veestapel in Nederland ga je reduceren. Ja, dan vervolgens moet er ergens anders moet die productie wel gedraaid worden. Maar wij zijn wel een van de grootste exporteurs. Dus het is het weglek-effect. Alleen als andere landen niets doen, maar we zien dat juist bijvoorbeeld Frankrijk zet zwaar in op klimaat. Dus Macron zet echt die stappen vooruit. Er komt een Europese Green Deal aan. De Franse boeren, of de Duitse boeren, of de Belgische boeren, per geproduceerde kilo vervuilen die meer dan de Nederlandse boeren. Het heeft niks te maken met die enorme achterban op het platteland. Nou, het gaat er wel om dat ik op een fatsoenlijke manier ook met die achterban wil omgaan. Maar daar realiseert men zich heel goed dat er een transitie nodig is. Dus ik ben de afgelopen weken ook weer. Maar meneer Hoekstra, waarom financiert u die transitie niet? Nou, dat is een van de dingen. We maken 5 miljard vrij bijvoorbeeld voor stikstof. Ik denk overigens dat je nog meer zou moeten voorfinancieren voor de landbouw. Simpel voorbeeld. Je ziet dat boerenbedrijven, die kunnen hun uitstoot enorm verminderen als je, een beetje plastisch, maar als je urine en ontlasting van elkaar scheidt. Dat is vaak een investering voor een boerenbedrijf van ruim een ton. Ik denk dat je zoiets moet voorfinancieren. Levert enorme klimaatwinst op. Maar dan hoef je niet te zeggen, ik begin aan de andere kant en ik halveer die veestapel. Laten we